of op de hekken zitten, want allemaal achter de hekken. Als er wat gebeurt moet je snel aan de kant kunnen. Dus mensen, pas op. En het is een vol Wemeningsveld, dus er gaat wat gebeuren. Als alle baancommissarissen de groene vlag hebben gehesen, dan kan de wedstrijd van start gaan. En als dan de wedstrijdcommissaris de groene vlag over de baan heeft gedragen, dan kan het licht ook op groen en kan deze tweede manche van start gaan. En als het zometeen van start gaat, dan is dat geluid oorverdovend, mensen. Eerste Ben Nijhoff daar door de bocht heen en als laatste vertrekt dan met de 58 Pauline Smink. Maar dat betekent dat, als ik het goed heb, nog steeds Ben Nijhoff als eerste hier over start-finish gaat komen. Gevolgd door Michel Smink en daarachter Gijs van Winkel. En ineens was het een rookgordijn. En een uitvaller. We hebben een uitvaller in de bocht, de hele vlak. En nog steeds als eerste Ben Nijhoff. Gevolgd door Michel Smink en Gijs van Winkel. Gijs van Winkel wordt op zijn hielen gezeten door Jasper van de Heuvel. De winnaar van de eerste manche in groep 2. Nog steeds Ben Nijhoff hier tussen het startdoor kunnen zien. Gevolgd door Michel Smink en Gijs van Winkel. Ja, dat zijn de mannen weer die echt de keuken erin hebben. En inmiddels heeft Paul van Keken hem ook weer aan de gang gekregen. Het Ben Nijhoff nog steeds als eerste, gevolgd door Michel Smink en door Gijs van Winkel hier in de kwartzaak was. En het is stoffig in de bochten, mensen. Er waait een hoop stof op. Ja, dat betekent dat zicht ook wat slechter wordt. En dat Gijs van Winkel nu gepasseerd is door Jasper van Heuvel. En Michel Smink nog steeds op jacht is naar de eerste plek achter Ben Nijhoff. Maar naar voren alsnog kan Ben Nijhoff het redelijk volhouden. Gaan we ook meedoen volgend jaar? En ik Jasper van de Heuvel weg op, maar ja, die krijgt er ook zin in. Jasper, de tweede plek van Michel Smink te gaan. Maar dan moeten ze nog een aardig gaatje door. Zo zeg. Komen achterblijvers achteraf. Kijk, kan ze al een pijn. Wordt druk in het bussen. Ja, daar gaan ze. Ze rijden wederom op het randje. Maar die grote mensen de kansen gemaakt hebben. Ze worden bijna op de ronde gezet. Helemaal de binnenbocht. Ja, dan pak je de greppel. Het is druk daar. Ja, dat is zeker druk. Helemaal buitenop. Michel Smink, Ben Nijhoff tot op de relatie benaderd is. De vlinger geblazen daar. En druk. Daar zit ook het gevaar in dat het fout kan gaan. Ja, kijk. Ja. Dat was echt druk, Jeroen. Inderdaad, ja. En het is nog steeds Ben Nijhoff, gevolgd door Jasper van de Heuvel en vervolgens Michel Smink. Die Jasper van de Heuvel is aan een inhaalslag bezig, hoor. Ja, Michel Smink er even pijn uit. Echt fout. En daar is Jasper van de Heuvel onderweg om de eerste plek af te gaan pakken van Ben Nijhoff. En het is hem gelukt, hoor. Ja. Jasper van Heuvel hier als eerste overstap finish, gevolgd door Ben Nijhoff en vervolgens Michel Schink. Ik denk dat je het moeilijk wordt, deze. Ja, die nadenken. Michel heeft meer geluk met zijn kop dan met zijn gezondheid. Ik weet niet of hij meedoet, ik hoop dat niet. Zo. Jammer. Maar het is wel wel handig. Ja, ja. Op het randje gingen ze hier. Echt na het randje. Ik heb een tweede plek, heb ik niet gezien.
En natuurlijk in de loop van die manche begint de vermoeidheid ook nog zwakker te spelen. Over de zandheuvel daar Michel Smit, zo bloedfanatiek. Op jacht naar de eerste plek. En zoals ik het al zei voordat de manche begon, Jasper van Heuvel, winnaar van de eerste manche groep 2. En Michel Smink, winnaar van de eerste manche groep 1. Nu nummer 1 en 2 in de tweede manche. Ja, en nu? De binnenbal pakt in. Jazeker. Ja. En hij is er voorbij. Michel Smink hier op de eerste plek, Jasper tweede. Je gaat de vermoeidheid tellen. Als ze zo meteen startfinish gaan passeren, nog een aantal rondes te rijden. Op twee wielen door de bocht heen. Twee rondes nog te rijden voor Michel Smink en Jasper van Heuvel. En zou die het houden? Bij het passeren van startfinish nog één rondje voor Michel Smink. Ja, dat gaat er vooral, Jeroen. Dat houdt hij wel op. Hij zet er nog op een ronde ook nog een keer. Nee, en de officiële uitslag krijgen we zometeen uit de jurywagen. En hier wordt hij afgevlakt, Michel Smink. En ook voor deze heren geldt stapvoets terug naar het rennerskwartier. Ah, mooie wielen hier overheen. Geweldig. En ook deze manche is ten einde. Stapvoets terug naar het rennen.